Vandaag hebben we de groene pluim uitgereikt aan Geo Koskamp en Yara van Rooij. De groene pluim is een waarderingsstimuleringsprijs voor bedrijven die duurzaamheid voorop hebben staan. En in Gelderland zijn we als Bronckhorst de eerste die dat doet in Nederland. Van 28 gemeenten en 70 pluimhouders in heel Nederland. Ja, hier op boerderij Ruimzicht hebben wij de groene pluim in ontvangst mogen nemen. Bijzonder trots daarop. We hebben melkvee en een kaasmakerij. We hebben een grote hoeveelheid wilgen en bomen, fruitbomen, alles aangeplant. Dus qua biodiversiteit scoren we ook in de rapportage erg goed. De koeien hebben hun kalveren 3 maanden bij zich. En die kalveren kunnen zich fantastisch ontwikkelen. Zuipen heel veel melk weg. En met de rest van de melk maken wij fantastische kaas. Onze Achterhoekse bergkaas ligt hier achter mij te rijpen in onze natuurlijk gekoelde kelder. We zetten alles lokaal af in onze eigen boerderijwinkel en bij diverse verkoopadressen in de buurt.